even je koffer dan even gaan pakken in die bosjes. Zo, dat is een flink apparaat, Lorenzo. Ja, toch? Oké, ja, hoor. Ja, toch. En we hebben nog wat extra mensen geregeld voor beveiliging. Je weet maar nooit hoe en wat, toch? Ja, inderdaad. Nee, slip. Dus, ja. Ja, deze mevrouw die gaat even het koffer pakken met de bestelling. Oké. Dus, dat is helemaal goed. Ja, we hadden het even voor de zekerheid ingegraven, want je weet maar nooit. Dat is heel slim, inderdaad. Maar je staat hier wel openbaar met een groot AK, hè? Ja, maar er zijn genoeg mensen in de buurt. Ja, inderdaad, je weet maar nooit deze dag, inderdaad. Ja, daarom. Kijk, denk je maar dat dit de koffer is? Oh, je hebt het wel in de fout iets gedaan. Ja, ik zag die daar liggen, ik weet niet of dit een mis is. Dat is zo'n achtergelaten dingetje nog. Oh ja. Ja, dat zal wel vast van die Winston zijn. Ja, natuurlijk, hè. Ja, Winston, je hebt hem in de foute ding gedaan. Oh, dat ligt aan mij. Nou, wacht. Zou ik hem even pakken dan? Waarschijnlijk heb ik mijn eigen dingen begraven. Dit. Ja, ik zou hier, ik geef hem wel eventjes. Ja. Zal ik hem even pakken? Hey, maar Lorenzo is een grote AK, hè? Ja, ziet er wel pittig uit, hè? Godverdomme. Ja, ziet er wel goed uit, toch? Die zijn wel volgens mij geplinkstekt als groep, of niet? Oh, ja, op zich redelijk. Oh. We hebben niks te klagen. Hey, inderdaad. Hey, maar over die bestelling, hè? Hoe en wat qua bedrag zit eraan vast? Ja, het is een 1911. 80 kogels. 80 kogels. Okay. Er zijn, moet ik wel bij vertellen, er zijn helaas al twee mensen mee vermoord, man. Met dit wapen die ik. Oh! Dus. Nou, maar dat betekent dat hij het goed doet in die. Dus hij is. Dus op zich, okay. Nee, dus alleen ik maar. Ik zou er wel een voorzichtig mee zijn, man. Ik kunnen wel er nog bij zijn, maar we hebben geen auto gedaan. Hier is hier, dat is wel mooi. Dat is de goede koffer. Ja, ik. Dan kijkt hij inderdaad als een wapenkoffer. Ja. Ja, je weet het wel. Ja, dat zou ik hem even geven? Yes. Misschien is zelf de betaling. Ik zal hem even de betaling. Ik had trouwens over een prijs van 380k. 380k, oké. Kijk, dan ga ik die even. Als jij een verzoek stuurt, Lorenzo. Tricky. Even kijken. Oprichtjes. Ja, toch. Kijk eens. Als het goed is, heb je yes. Ja, zo'n paar. Kijk eens, top. Kogels erbij. Nou, heb je hem in de koffer gevonden? Ja, ik heb hem inderdaad in de koffer zitten. Ja, toch. Wat zeg jij? Zou ik hem erin laten of zou ik hem zelf in mijn tasje doen? Ja, ik zou hem even in je tasje draaien, denk ik. Dat is wel beter, hè? Ik denk het wel. Ja, dan kunnen we die koppen misschien weer een keer ingraven met wat andere spullen erin. Oh, een pakketje. Zo. Kijken. Ja hoor. Mooi rechtpuntje. Ja, ziet er goed uit. Heerlijk. Ik heb ook een hoofdje om. Ja, hoppa. Dat pak je sneller, hè? Ja, top. Kijk. Ja, daarom. Dus ja, als je ooit nog een keer wat nodig hebt, ja, je weet ons te vinden natuurlijk. En we staan altijd open om nog iets te ondernemen. Hey, ik ben sowieso nu blij dat ik jullie eventueel kan assisteren in geval van nood. Dat ik ook eventueel iets kan betekenen. Dus nee, dankjewel voor de deal sowieso. En in de toekomst ben ik zeker nog allemaal weer even aan te kloppen. Ja, toch. Ja, op zich de prijs is wat decent tegenover de andere groeperingen volgens mij. Dus, nee, inderdaad, zeker. Dus ja, als je ooit een keer wat nodig hebt natuurlijk. We zaten te denken om misschien vanavond of morgen nog eens een keer wat iets dikker. Misschien nog een bank of misschien nog een bankje te pakken. Dat klinkt goed. Nee, inderdaad. Ik ben helemaal ready, inderdaad. Ja, zeker toch. Nu. Ja, toch. Nee, top, ja, ik zou wel even je hol straf doen, man. Ja, inderdaad. De Kamar tegenwoordig, die denkt... Ja, ik heb wel begrepen dat we misschien hun mijn labs kunnen doen een keer of zo. Of een jacht misschien. Oké. Nee, dat klinkt goed. Oké. Okay. Maar dan, dan moeten we wel eens met zoveel mensen zijn zoals gisteren, want... Ja, gisteren waren we echt met echt een hele goede. Nee, inderdaad. Nee, duidelijk. Ik moet alleen even na gaan vragen hoe dat precies zit met zo'n hoe heet dat, op die boot. Jammer, het is daar. Okay. Ik heb vernomen van een paar mensen, heb je een grote sleutel nodig om uiteindelijk het kastje daaronder in de boot te openen. Oeh. Ja, je kan ook juwelen vinden, heb ik gehoord. Dus dat die verkooplocatie, daar weten we ook nog niks van.
Oké. Nee, oké. Nee, sowieso laat me maar weten. En dan kunnen we altijd even kijken hoor. Wat... Ja. Dat is helemaal goed. Ik denk dat het nog handig is om vanavond een keer een bankje te hitten, denk ik. Ja, nee, inderdaad. Als je boot dan omkeren. Dan zal ik ondertussen gaan informeren hoe we de rest gaan aanpakken. Want nu moet ik de stad gaan overnemen, toch? Ja, jij snapt hem. Nee, inderdaad. Nee, ik ben in. 100%. Ja, toch. Dus, right. Nee, helemaal goed. Laten we gewoon met een goede steek alles laten zien aan iedereen. Dus, ja, toch? Nee, helemaal goed. Toch. Als je ooit een keer zoiets nodig hebt wat ik in mijn handen heb, kan je me ook connecten, toch? Oh! Ja, dat is wel een heel grote stap. Want hoeveel kost zo'n grote AK dan? Ja, ik denk rond de 8 ton, denk ik ongeveer. 8. Ja, oké. Nee, helemaal goed. Dus ja, dat komt binnenkort wel. Misschien zijn de prijzen binnenkort wat voordeliger, maar dat. Oké. Nee, dat is helemaal goed. En dat als ik er eentje kan betalen, dan koop ik direct aan. Ja, toch. Ik heb eventueel nog shotgun liggen. Deze heb ik nog liggen. Ik heb nog wel andere dingen liggen. Dus. Hoe is zo'n shotgun dan? Ja, die zijn echt moeilijk te krijgen, dus ik denk dat ik nog een shotgun. Oh, mondje. Nee, is helemaal goed. Ja, en Remington moet je dan wel hebben, want die moet niet die andere die spas hebben. Ja, nee, inderdaad. Nee, oké. Nee, toch. Misschien met een 4-persoons auto. Het zou nice zijn als er binnenkort een transport mee zou zijn en dat we die konden pakken of zo. Ja, nee, inderdaad. Nee, helemaal goed. Dus, nee, top. Ja, kunnen we verder nog iets kunnen we nog verder iets voor jou doen? Of, voor nu ga ik heel even dat ding zo meteen fijn. Is er nog drie man bij of niet? En ik denk dat we vanavond even weer contact kunnen opnemen. Eventueel om dat ding ook te gebruiken. Dat is wel leuk. Ja, toch. Dan, dan moeten we vanavond even connecten en wat. Maar dat komt wel goed dan. Nee, dat is helemaal goed. Dan, twee plekken overblijven. Maar misschien tot wij ook over massagijzeling is ook wel top. Dat is ook wel leuk. Ja, zeker. We moeten even een beetje onze naam in de stad bekend maken. Ja, toch. Dan niet de volk op met ons. Ja, toch. Dus ik begrijp daarin dat je een beetje geïnteresseerd bent. Of? Ja, ik ga een klein beetje. Ja, dat is al een klein beetje dus. Ja, dan pakken we gewoon deze eruit. Hoppa, pa, pa, pa. Waar je dat terug of wat? Nee, dat. Nee, maar je bent dus wel een beetje al aan het. Om te kijken waar je wilt aansluiten of zo, neem ik aan. Ja, nee. Wil je helemaal solo blijven in de eerste tijd? Sorry? Of wil je solo blijven de eerste tijd? Nee. Ik ben sowieso met jullie gewoon echt chill. Ik voel me hier wel echt relaxed op mijn plek. Het is meer, ik heb bijvoorbeeld een grote lading drugs en zo. Dus ik ben er gewoon puur een beetje aan het kijken. Een beetje met andere mensen aan contact aan het leggen. Ja, maar dat is ook juist goed. Wij doen ook heel veel zaken met Cavallo en zo. Dus. Oh ja, nice. Ja, die ken ik ook wel inderdaad. Ja, dus ik weet niet waar je normaal nog meer zaken mee doet. Dus als ik dat overal mag vragen. Ik heb eigenlijk geen zaken met iemand, eigenlijk. Bij El Mencho heb ik wel een goed contactpersoon. Ik weet niet of jullie daar goed mee zijn. Ja, op zich ook wel. En toevallig dus, met Rick? Nee, met Rafael. Die is wat chill. Ja, die is wel relaxed, dus... Ik ken Rick, dus... Kijk. Nee, dat komt goed. Ik denk als je... Ik weet niet als je weet wie Rick is. Ik denk het wel niet. Ja, ik heb wel eens Rick El Mencho, toch hoor? Ja, ik heb wel eens van hem gehoord, inderdaad, ja. Ja, dus ja, ik ken hem goed, dus dat vond ik ook goed. Ik ga hem straks ook even bellen voor nog wat meer informatie over dingen, dus... Oké. Nee, dat is helemaal goed. Ja, hun zijn de stad verder dan ons in de stad, dus... Dat komt vanzelf, toch? Doe ze weg. Voor de Nederland. Zullen we snel van het eiland afgaan dan? Ja, dat is het. Alright, let's go. Mensen vliegen hier ook.